first presi, Miwani, ik wil een bijan Uji-Srevi. Voor het feit dat Idoro Jan in het deze terug, Ginoa intimidatie in het deze terug, Ginoa bedreiging, ik ga zo voor Fetjuletti. En zo amuste, Yushi taki wa aankondiging doen, dat voorlopig de prijs hou aan, de energietarief hou aan. Ook toe aan Biggie Power die Uji-Srevi, omdat hij. Wees aan het delen van Wani, om te zeggen dat hij even een beetje op de druk ook toe dat erbij komt. Ook de aankondiging dat erbij komt. Maar tegelijkertijd om te zeggen dat hij. Lekva om bereik van Kisani. Lekso, om te zeggen dat hij naar Beijing. Naar Beijing vastrijdt, omdat hij de effect van eerste stroomverhoging. We vieren ba. Ja, lastang if alle de tramatrikel van IMF kom. Dat de wo de. IMF taki alle subsidie moest schaffen. En dat trobi u kan pina te u dede. IMF is vergeef. We beji tak meku u horu. Na de drie issues sa we o di nou. A wan de issue, tem taki, we fire inu. We fire inu. We fire inu. A tweede wan, na zeg nee tegen stroomverhoging. Zeg nee tegen. Zeg nee tegen. De derde wang. Zeg nee tegen IMF. Zeg nee tegen. Zeg nee tegen. Kan je die konja zo itrabot wat u maskers tapu? Wat nu wat u maskers vadong? Mensen die zich altijd hebben opgegeven dat we naar arbeidersleiders. Daar kunnen we voorkomen op die arbeiders, dan zien we dat ze dokken. Ze dokken. Maar meer nog, dat we een collega vakbondleider, we een concert IMF die recommendeert naar Kondre. Wat gebeurt er in het land? Ik mis je werkelijk te gaan liepen trangen. Of we gaan de prasoor. Alla adu. Alla adu. Alla adu. We weten dat de banken in solvabiliteitsproblemen zijn. Waarom een bank leeft van mensen die komen sparen? En dan met het spaargeld gaat men het verder lenen en met rente, daarmee verdient men hun geld en investeringen. Maar nou, nou, waarom niet gaan sparen, omdat allemaal blut. De man vernietigt de economie, dat de man komt dat onnoemde spaarprijs. En wat ga je nog van een geraamte halen? We zijn geraamtes geworden. Sta je op poer voor een geraamte. Nou, dan moet je op de boeien zijn voor koudtapping. Maar kijk, hier situatie. Een waarschuwing IMF. Nou, we gaan zelf de volksvertegenwoordiger Unosabi. Sa IMF de inhoudelijk. Er wordt niet gecommuniceerd met het volk, nog met het bedrijfsleven. En we krijgen steeds regels op regels, op verrassingen op verrassingen. Dus we zien dat de man zou moeten leren konden, de man door een big probleem. De man zou moeten een soort passie de man moest bewandelen. De man kind die nou, die weet man zou de man bekossen. Dat hij een man moro.
Onomamoro en Darren Utaki. A zogenaamde tweede fase. No egodoro. No godoro. Mega jere dati. Anaf kon leg me uit. Dat die Ozena zango na ser. Ozena go sana trawan bakaje. Tripartit. Pita pit. Minos af sana san dat jara. Anaf go zoeken uitweg. Voedok. Hij moest tegen het besluit. Hij moest tegen het besluit dat verhogingen nego door. Even uno tamakandra. Even uno bondro. Dat kan verwacht in de komende periode. More verhogingen. More verhogingen. Akoers en gwaan nog toe. Bijna door de hemel. Maar dat is niet op elkaar groen. Dat heet om ze. Dus we maken afspraak, ja, naar UNO. Dat hij wie soort zijn attacke. Als hij dupeert UNO, als hij gooit in uw portemonnee, dan doet hij ja, baga. Akkoord? Akkoord? Tweede strijd? Tweede strijd? We hebben een harde lap van binnen van dit aan. Ja, hoe volgt de instructie? Kom, we gaan hieruit. We zijn hier om een petitie aan te bieden. Deze petitie, daar zijn onze eisen in vervat. We zijn hier om het aan de president aan te bieden. We hebben begrepen dat u de president vertegenwoordigt. Petitie aangeboden aan de president van de Republiek Suriname, de heer D.D. Boutersen, op vrijdag 13 mei 2016 te Paramaribo. De tariefsaanpassingen hebben negatieve gevolgen op de werkgelegenheid en hebben reeds talrijke bedrijven gedwongen om hun deuren te sluiten, met het gevolg dat velen hun baan reeds hebben verloren of in vrees leven deze te zullen verliezen. Mede door de grootscheepse monetaire financiering in september 2015 manifest werd er door de devaluatie van de SRD op 18 november 2015, die later tot en met de dag van vandaag geleid heeft tot onstabiele wisselkoersen in de koopkracht van de werkers en van de burgers naar onacceptabele niveaus afgenomen. En daarom eisen we dat 1. De per 1 mei geïntroduceerde tariefsverhoging van elektriciteit direct wordt teruggedraaid. 2. De receptuur van het IMF resoluut wordt afgewezen. Namens de deelnemende vakorganisaties, de heer R. Berensijn van C47, F. Ramsing van VAL, A. Sunder, PWO, Wilco Valies van de Bond van Leraren, de deelnemende organisaties van het bedrijfsleven, Sjaan Binda van ACMOS, Ede Vries van Tours. Mag ik u dit aanbieden? Alsjeblieft. U weet, als directeur, bij afwezigheid van de president, althans als hij verhinderd is, dan is het gebruikelijk dat de directeur de petitie in ontvangst neemt namens de president. Dat is de situatie wat nu gebeurt.
Ik neem uw petitie in ontvangst voor de president en ik zal zorg dragen dat het zo snel mogelijk aan hem wordt ter hand gesteld, zodat hij verder de inhoud, kennis van de inhoud kan nemen. Inhoudelijk heb ik niets hierover te zeggen, omdat deze kwestie op het hoogste niveau wordt behandeld. U weet ook dat dat zo is. Dus het enige wat ik kan zeggen is dat ik het zal overhandigen aan de president en ik wens u verder veel succes. Let's go!